Tijdens een werkbezoek van president Desiré Boutersen aan Mongo is hij op feestelijke en traditionele wijze ontvangen door bewoners van Perika. Aan het staatshoofd werd een brief overhandigd waarin de noden van de bewoners zijn opgesomd. President Boutersen hecht grote waarde aan het verzoek van de vrouwenorganisatie van Perika, die vraagt om het openkappen van 10 hectare grond voor agrarische productie. Volgens de president mag de plaatselijke gemeenschap er naar uitzien om heel spoedig te beginnen met het planten van diverse gewassen. Andere noden van de gemeenschap zijn ook besproken met de president. Zo zal het elektraprobleem binnen het gebied volgens de uitgestippelde planning uiterlijk december 2019 tot het verleden behoren.